Nou, dan gaan we die kleine korte paars. Was het zwaar? Ja, heel erg. Maar je hebt een kortere route genomen of gewoon de gewone route? Gewoon de gewone route. Zoals het altijd wordt. Gewoon niet vals spelen. Gewoon eerlijk. En de eerste dame, Diante Scherphoff uit Goor is ook binnen. Nummer 5 gaan we welkom heten. Celine Spinder. Goed gedaan, Celine. 7 minuten precies. Gaat hier de derde plek voor zich opwijzen. Frans, hierboven op de berg begin jij aan je eerste run? Klopt. Klopt inderdaad, ja. We zullen zien wat wordt. Ik ken je uit de kledingzaak in Winterswijk. Ik zie je wel eens tijdens de mountainbiketochten. Vanwaar nu in één keer deze onderneming? Nou, lopen doe ik wel vaker. Vind ik leuk. Fiets doe ik even niet meer. Maar ja, dit leek me wel leuk. Het is super weer en dan dit proberen. Mijn oudste zoon die heeft net een stuk gelopen, de 1,6. En Bianca net de andere helft. Dus ja, dat is. Dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Hè? Het parcours is ten opzichte van 2003, 2004 en 2005, de jaren dat jij hier woont, op je jeugdige leeftijd zeg maar, niet zo heel erg veel veranderd. De heuvel is nog even hoog hoor. Dat is jammer. Het is 23 meter. En je moet nu 5 keer naar boven toe. Wim Lievensro, organisator van de 14e Koopman Bergrun. Op de website staat de zomeravondloop. Ja, dat was in het verleden. De zomeravond zijn 14 jaar geleden dus gestart. Hier op de Belt met een recreatieloopje voor zomervakantiegasten die hier bijvoorbeeld in Winterswijk waren. En voor leden van onze Archeërsvereniging. Dat was de reden van zomeravondloop. Maar na een aantal jaren is de vereniging steeds gegroeid.
En we hebben nu sponsors kunnen vinden voor verschillende lopen. Ze hebben dus de Koeser Wevers lopen onder andere. Maar ook voor de Koman Bergeren is gekomen in plaats van de zomeravondloop. En om het interessanter te maken voor meer mensen te doen, hebben we gekozen voor de zondagmorgen om hier meer mensen naar de bel te krijgen. Ik kan me voorstellen dat mensen, als ze dan dinsdagavond hier naartoe moesten naar het werk, dat dat een beetje problemen gaf. Dat gaf problemen, ja. En dat was de reden ook dat we zeiden, we de zondagmorgen, dan kun je hem tegen, op de morgen te houden en niet op de middag, want dan hebben de mensen heel vaak toch andere activiteiten. Het is naar het Hulgelo hier in de omgeving of naar het zwembad. Vandaar dat het even gehoord, we doen het 's morgens. Is dan de deelname ook teruggelopen of zijn jullie tevreden over deze deelname? De deelname was vorig jaar was iets minder dan dat jaar daarvoor op de dinsdagavond. Maar op dit jaar zien we weer dat we op de 160 zitten. En dat denk ik dat wel misschien wel een record is van het aantal deelnemers wat we hebben. Frans, was het zwaar? Ja, heel zwaar. Ja, echt zwaar, maar wel leuk. Je hebt het gered, gefeliciteerd. Yes, en 140 wat ik wou, dus ja, nou, top. Helemaal blij. Denk je ook dat het record van de 7,6 kilometer gebroken wordt vandaag? Dat zou best kunnen. Die loper die ik net zag, daar verwacht ik wel hoge resultaten van. We hebben daarnaast, ook ongetwijfeld gezien, een lid die 10 jaar geleden, Diogs noemen we hem altijd, die hier meedoet voor na 10 jaar tijd. 10 jaar geleden heeft hij gewonnen. En dat was een vluchteling wat hier toen in de vereniging is opgevangen. En die loopt nu als tweede. Maar ik verwacht wel een mooie tijdje van hem ook.